In de omgeving van de Van Maasdijkschool in Heerenveen werd een paar weken geleden een slang gezien door buurtbewoners. Medewerkers van de dierenambulance probeerden het dier in een val te lokken met dode kuikentjes, maar de gladde jongen liet zich niet meer zien. Tot woensdag. Een medewerker van Accolade zag het dier rustig liggen, pakte hem op met zijn werkhandschoenen en stopte de slang in een doos. Deze doos werd overgedragen aan de dierenambulance. Dit is de slang waar wij dus 4 weken achteraan hebben gezeten om hem te vangen. Hij blijkt dus een rattenslang te zijn. En we kregen vanmiddag een telefoontje dat hij gesignaleerd werd. En toen wij kwamen was die slang in één keer verdwenen. Dus wij hebben het lang daar afgezocht. En na die tijd bleek dat een meneer die had gezien dat een bus van Accolade hem meegenomen heeft. En we hebben daarheen gebeld en zodoende is hij hier aanwezig. Gelukkig. Aan de hand van de foto's van de eerste signalering is vastgesteld dat het inderdaad om hetzelfde dier gaat. Het is overigens een ongevaarlijk exemplaar dat van kleine levende dieren als mieren, vogeltjes en vliegjes leeft. Het gaat waarschijnlijk om een ontsnapt exemplaar. Het dier is een kleine 90 centimeter lang.